Deze spellen zijn de afgelopen week nieuw binnengekomen in ons magazijn. We moeten eerlijk zijn, het is een klein beetje komkommertijd, maar alsnog, ondanks dat het er niet superveel zijn... Heb je gekeken wat er op die stapel ligt? Het is een hele goeie, maar het is qua aantal is het niet superveel. Wat wil je nou? Wil je nou kwantiteit of kwaliteit? Ja, eigenlijk wel kwantiteit. Kwaliteit bedoel ik. Ik heb de ijskoffie erbij gepakt. Nou, top. Ben er klaar voor, hoor. Ik pak de eerste en dat is Catacombs Conquest. Dit is het vervolg of de nieuwe versie eigenlijk van Catacombs, een wat makkelijkere versie. Catacombs komen we zo nog even terug. Die ligt ook op de stapel. Het idee is... Kies je team, speel je kaarten en flick your discs. Oftewel, het is een flikspel waarbij een klein beetje behendigheid erbij komt kijken. Maar Catacombs, waar we zo op terugkomen, wordt zeer goed beoordeeld. Is het een standalone? Dit is een standalone inderdaad. Want deze is ongeveer een vierde zo groot als Catacombs. Ja, kost ook geen drol, is helemaal niet zo'n duur spel. 2 tot 4 spelers, 15 tot 30 minuten ben je klaar. Dus, altijd fijn, altijd fijn. Oké, dan. Er zijn een heleboel Everdell dingen binnengekomen. En het een is nog mooier dan het ander. Te beginnen met het boek Tales from... The Green Acorn. Oh. Dat is zeg maar niet eekhoorn. maar het gaat over een Zena. Bar. Oh zo, ja. Het gaat over een bar in Everdell. Het is dus een boek. Echt een voorleesboek. Maar er zit een verhaal in, zeg maar. Oh nee, ik dacht dat het alleen maar artwork was. Nee, en nou is het nog cuter. Nee, het is zelfs een verhaal van de maker van Everdell. Dus dat heeft hij zelf geschreven. Fijn, met we weten nog helemaal niet of hij kan schrijven. Hè? Maar goed. Dat klopt. En let even op, want dit is de first printing. Het is wat vrij zit er nieuw. Nou achterin? Ja, kijk, op de achterkant. Omdat het de first printing is, krijg je daar het volgende bij. 7 art prints en a folded Everdell map poster. Dus het is jammer, we hebben er nu 1 minder op voorraad. Dat is toch jammer. Ja, maar ga je dit lezen? Ik nee, vind het heel cool. Ja, en ik ga dit ophangen. Ja, dat snap ik wel. Ja, dus, ja prachtige artwork. Wie het goed. Eerst komt, wie het eerst maalt. Echt zo vervelend mijn baan. Dan hebben we nog een spel wat de laatste tijd al in de hotness stond. En ik had er nog niet heel erg goed naar gekeken. Maar ik zag hem bij de leverancier en ik dacht, die moeten we hebben. Wat staat Deadly nou? Doers. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar volgens mij is het idee dat je uiteindelijk een klein beetje van man naar man gaat hoppen. Als vrouw zijnde in de Victoriaanse tijd. Om zoveel mogelijk rijkdom op te bouwen en een beetje zelfvoorzienend te zijn. I like it. Dus volgens mij een feministische inslag. Dus, ja. Nou, precies. Ook discutabel als het tenminste is zoals jij het nu zegt, maar ja, lees top. Je al even in, hè. En niet boos op mij worden als ik het toch niet helemaal goed heb. Maar daar kwam het wel een beetje op neer. Dat in ieder geval op sterke vrouwen. Doors klinkt nu heel gezellig. Ja, volgens mij het zou ook kunnen dat hij ze ombrengt, zeg maar. Maar dat weet ik niet precies. Hoe dan ook. Oh, het is een spel over trouwen, moord en geld. Dus wat dat betreft zit ik behoorlijk goed, volgens mij. Ah, dat eerste vind ik leuk. Geld vind ik ook niet vervelend. En maar... zolang ik niet vermoord wordt, vind ik het ook leuk om dingen op te lossen, wel, zeg maar. Ja. 2 tot 6 spelers, 30 minuten en vanaf 14 jaar. Dus... Ik ben tot nu toe super tevreden leuk, over de stapel, ja, hoor. Vind ik ook. Oké, dit is een beetje saai, maar wel alsnog heel leuk. Het is namelijk een perk met alle Everdell sleeves die je nodig hebt. Hij is serieus best wel zwaar. Ja. Voor het feit dat er alleen maar 600! 600 sleeves, 300 art sleeves, 150 clear sleeves. Oh, dat is wel mooi. Met artwork formaten. Erop. Met artwork er ook op. Volgens mij, als ik het goed begrijp, ben je helemaal klaar, zeg maar, voor Everdell. Ja, dan mag ik hopen met 600 sleeves. Dus ja. Hij is gewoon handig. Voor de fans is het wel En dan top. Hoef je ook niet te zoeken naar welke maat je allemaal nodig hebt. En artwork op de achterkant is natuurlijk beter. Zeker. Gewoon clear. Dan een spel waar ik eigenlijk best wel lang naar op zoek ben geweest. Omdat het een tijdje geleden kwam het op mijn radar. En ik zag dat het een goed solospel was dat je ook met meerdere mensen kan spelen. Dus ik weet niet hoe het met meerdere mensen is. Maar als solospel wordt het enorm goed beoordeeld. In principe is het 1 tot 4 spelers. Het is Nemo's War. En mijn enige kritiekpunt, ik vind die dude zo creepy. Hij is wel een klein beetje creepy, maar het is... Maar goed, hij gaat ook naar War. Het is ervan uitgaande dat hij Nemo is. Het gaat van 50.000 mijlen, of in ieder geval mijlen onder zee volgens mij... Het is in ieder geval het verhaal van Jules Verne. Daar gaat het over. Dat verhaal ken ik van naam, maar ik heb het niet gelezen, dus ik heb geen idee. Lees je even in. Het is wel artwork van Ian O'Toole. Dus wat dat betreft is het misschien is wel Ian duister. Het is Ian O'Toole. Hij kan alle kanten op die man. Veelzijdig, hè? Het is een solo gameplay, maar je kunt ook een 2 tot 4 speler co-op variant spelen. 90 minuutjes vanaf 14 jaar. Interessant. Ga je hem spelen? Weet nog niet, maar de beoordelingen zijn goed. Dus jullie moeten hem wel even spelen.
Dan hebben we hier ook weer eentje in de serie van Catacombs Conquest die je net zag. Dat is namelijk een nieuw spel in die serie, Monster Pit. Ik vind dat artwork best wel grappig. Ondanks dat het helemaal niet mijn stijl is, vind ik dit heel leuk gedaan. Het is een coöperatief fantasy game voor 1 tot 4 spelers. Je speelt als een van de 6 kapiteinen en je probeert de citadel te verdedigen tegen de monsters die aankomen vallen. Leuk. Dus je moet helden aannemen, je moet schatten vinden, je moet equipment kopen. Wil je even de achterkant laten zien? Ja, dat spreekt toch iets meer tot de verbeelding. En je moet op quests voor de koning om uiteindelijk zo goed mogelijk voorbereid te zijn op die monsters die binnenkomen. Leuk. Oh ja. Leuk. Ja. Dus, mooi. Monster Pit. Helemaal goed. Dan de ene laatste, dat is degene waar we het eerder al over hadden. Er zit geen slecht spel tussen hoor. Ik heb liever zo'n stapel. Slecht spel tussen. Dit is een zware doos. Ik kijk heel even naar het aantal prijzen dat er op deze doos gedrukt is. Ja, nee, die is hier. Oh, daar. Oh, die hele reds. Zo. Het is normaal. De Golden Geek zie ik. De Seal of Excellence zie ik. Shut Up and Sit Down. Ja, Recommend. Ja, oh, zijn er nog Recommends? Ja, en die andere die herken ik niet eens. En dergelijke. En ze hebben Golden Geek gewoon in 2010, maar dit is dus de derde editie. Dus dit is weer een nieuwe editie van het spel. Hebben ze wel weer wat aan getweakt waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Anders hadden ze het geen derde editie genoemd. In ieder geval, het is ook weer met flikken. Dus goed beoordeeld. Interessant. En jezelf een beetje verdedigen door middel van wat behendigheid. Top. Nou, dan de laatste. Geert moet even zijn best doen om hem te pakken. En eerlijk gezegd zit hij nog in de doos. Dus er valt niet zo heel veel aan te zien. Maar dit is de... Oké, Marieke spreekt het goed uit. De Everdell Picklebuck of Storage. Ja, die zit hier dus in. Nou ja, jij moet even vertellen wat hier precies in zit. Nou, eigenlijk is het gewoon een beetje zoals de Wingspan Nesting Box. Het is gewoon een grote doos waar je alles van Everdell in kwijt kunt. Dus je had de Complete Collection, maar het verschil daarin is dat daar alles in zit. Ja. Dus hier zit niks maar bij. Maar stel je voor je had al wat, dan ga je natuurlijk niet de Complete Collection kopen. Precies, dus dit is voor heel veel mensen denk ik een uitkomst. Want het ziet er prachtig uit. Kijk vooral even op onze site wat er allemaal in zit en hoe het eruit ziet. Maar dit is het dus één, hè? Mensen, dit is niet een doos van verschillende. Nee. Dit is één Big Old Box of Storage. En de reden dat we hem niet laten zien is dat we hem zelf, denk ik, nu niet gaan kopen. En dat heeft eigenlijk puur te maken met jullie. Wij hebben onze Everdell collectie namelijk in Doetinchem staan. En jullie vinden het veel fijner om zeg maar heel duidelijk te hebben wat er in welke uitbreiding zit. Zodat je goed kan kijken of een uitbreiding wat voor je is. Dus wij hebben hem niet zeg maar in een big box. Omdat sommige spellen hebben we wel in een big box. Maar we merken nu we dat dus in Doetinchem hebben, dat mensen dat eigenlijk heel onhandig vinden. Dat ze dan niet zo goed kunnen zien wat waarbij hoort. Dus ik denk, maar het is wel een beetje met pijn in mijn hart moet ik zeggen. Het is wel top. Dat wij hem laten liggen. Maar ja... Ja, nou, zo mooi. Ga vooral even inlezen. Veel van Everdell dus. In de wereld van Catacombs zijn er goede spellen binnengekomen. Nemo's War. Er zijn inderdaad geen slechte spellen. Het is echt een super stapeltje. Ik ben zeer tevreden. Ik ook. De beurzen komen eraan. Dus dat betekent ook dat de drukte van de nieuwe spellen eraan komt. In het najaar is dat een toestroom van nieuwe spellen waar geen einde aan komt. Dus als dit de komkommertijd is waar je het over had, hoor je mij niet klagen. Zeker niet. Nou, ik ben heel benieuwd wat jouw favoriet is van alle spellen en accessoires die je gezien hebt. Laat het even in de reacties hieronder achter. Volg even ook ons kanaal, want dan hebben we wat meer volgers en daar worden wij blij van. Ja. En bedankt voor het kijken van deze. Lieve groetjes! Lieve groetjes! Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden wij blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.